op zoek naar een elektrische fiets? U ontvangt nu €400 retour voor uw oude gewone fiets als u bij e-bike in Kuik een elektrische fiets koopt. Alle modellen zijn beschikbaar en proefrijden is mogelijk. Dat u weer kijkt en welkom bij een nieuwe aflevering van Uit en Thuis. Vandaag gaan we onze vakkennis op technisch gebied testen. Wij nemen een kijkje bij Technopromo in Kuik. Basisschool De Canadas is hier vandaag een dagdeel techniek aan het ontdekken. Kijkt u mee. Technopromo is 12 jaar geleden opgericht. De voorgaande stichting van Technopromo heet Stichting Techniek heeft Toekomst. Die heeft 15 jaar bestaan. En deze stichting organiseerde elk jaar een bijeenkomst voor kinderen van de basisschool. Dan was er een grote tent die opgezet werd en er werden kinderen met bussen aangevoerd, afgevoerd. En die hadden een activiteit van ongeveer een uur. En het was dus redelijk vluchtig. Daarnaast gingen er vaklui naar de scholen toe voor de klas. En dat was eigenlijk wat de stichting organiseerde. Uiteindelijk is er besloten om een permanente locatie op te richten, waarbij kinderen langduriger en mogelijk vaker naar Technopromo toe zouden komen met dezelfde doelstelling. De doelstelling is om kinderen te enthousiasmeren voor de techniek in de breedste zin van het woord en met als uiteindelijke doel om de kinderen in de regio, in de technische branche, een plek te geven in de toekomst. Is dit nodig? Ja, dat blijkt heel erg nodig. Er worden echt heel veel vaklui gevraagd. En zeker ook nog in de toekomst. Maar ook op dit moment al. Leeft techniek onder de kinderen? Ja, techniek leeft zeker. Dat zult u zo meteen hier zien als de kinderen aan de slag gaan. En ze mogen met techniek aan de slag ervaren, voelen hoe het kan zijn. Als ze wat ouder worden, dan komen er ook andere interesses om de hoek kijken. Andere activiteiten. En de bedoeling is dan ook om kinderen zo lang mogelijk voor de techniek te behouden, zodat de deuren geopend blijven. Wat betreft kinderen van groep 7 en 8 en de eerste 2 jaren van het voortgezet onderwijs. En de laatste tijd merken wij, ook omdat wij steeds meer aansluiten bij het curriculum van basisscholen, dat het wel een beetje breder getrokken wordt. Dus we hebben soms ook activiteiten voor kinderen van groep 3, 4 of 5, 6. Maar dat is nog incidenteel. Want op welke leeftijd maken kinderen tegenwoordig de keuze of ze de technische kant ingaan? Dat ligt eraan of kinderen naar het VMBO gaan of dat het HAVO-VWO kinderen zijn. In het VMBO moeten ze toch wel halverwege het tweede jaar een keuze maken voor techniek breed ofwel een specifieke richting. Merkt u dat als u kinderen uit groep 7, 8 hier heeft, dat ze weinig met techniek in aanraking komen, gewoon op school? Nou, dat zou ik niet durven zeggen, want in de regio zijn de scholen eigenlijk best techniek-minded. Daar hebben we ook een bijdrage aan geleverd dat scholen technieksubsidie hebben aangevraagd. Wat ons wel opvalt is dat kinderen thuis nog heel weinig met hun handen doen en heel weinig ervaring hebben om met materialen en gereedschappen om te gaan. Met welke technieken krijgen de kinderen hier te maken vandaag? Nou, de insteek van Technopromo is dat wij op een bedrijfsmatige wijze kinderen met techniek in aanraking laten brengen. Dus dat betekent dat wij met echte machines, echte materialen en echte gereedschappen aan de slag gaan. Wij laten de kinderen kennis maken met basale technieken, maar ook met de nieuwste technologie. Dan moet je denken aan domotica, energie en duurzaamheid. We hebben hier een 3D-printer, we hebben een lasersnijder. De bedoeling is dat het techniek breed aan de orde komt. Wij bepalen niet wat een kind interessant of leuk vindt. De juffrouw bepaalt wat ze hier met de kinderen komt doen. Wij bieden de faciliteiten en de begeleiding. En wat de juffrouw daar uithaalt voor haar klas of meester, dat gaan wij niet bepalen.
ben jij aan het maken? We gaan een boor maken. Die moet je zo opwinden. En dan moet je zo gaan boren. En dan krijg je er een gaatje in. En waarom heb jij daarvoor gekozen? Omdat ik werk heel vaak bij mijn oma in de timmerbank. En dat vind ik ook heel erg leuk. Dus voor jou is dit geen onbekend terrein? Nee, dat is het niet. Jij hebt nog niet in je vinger gezagen? Nee, maar wel een keer bij mijn oma al. En je moet een klein stukje eraf zagen. Die moet je er eerst hierin doen. En dan heb je zo precies op de lengte. En dan? Wat moet je dan doen? Dat staat in het boekje. Oké. Kom daar nog een keertje kijken dan. Ja. We gaan een straat maken met de beginletters van onze namen erin. Kijk, en wat zijn de beginletters? De C en de I. Weet je dan ook hoe je moet gaan beginnen? Eerst moet je het zand plat maken. En dan, leg je de stenen erop. Ja. En dan timmer je een beetje op. Oké, heb je dat al vaker gedaan? Nee. Heb je dat zojuist in het boekje gelezen? Ja. Ja, en waarom hebben jullie voor de straten maken gekozen? Dat leek ons leuk. Ja? En heb jij iets met techniek? Niet echt. Dit is de eerste keer dat ik het ga doen, maar het lijkt me wel leuk om al dat soort dingen te maken en zo. Thuis maak je nooit iets met hout of met stenen? Wel, maar niet zo vaak. En jij? Ben jij technisch? Niet echt. Weet je al wat je later worden wil? Nee. Nee? Zou het iets in de techniek kunnen zijn? Nee, dat denk ik. Deze permanente locatie, is dat uniek in Nederland of wordt dat op meerdere plaatsen aangeboden? Nou, wij menen dat Technopromo redelijk uniek is in Nederland. Dat blijkt ook wel uit het feit dat wij veel als voorbeeld worden gezien voor andere regio's. En het blijkt ook wel dat wij kinderen uit een hele grote regio hier krijgen. En dan moet je bedenken dat er scholen uit Breda komen, uit Uden, uit Helmond, uit Zetten, noem maar op. Dus het gebied is vrij groot. Dit initiatief, is dit ontstaan uit een samenwerking met andere instanties, organisaties? Het is zeker een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Dan moet je denken aan de ondernemers hier uit de regio, maar ook de gemeentes, de diverse brancheorganisaties en de provincie heeft ook een bijdrage. Wat zijn jullie aan het doen? Dakpannen leggen. Dakpannen leggen? Maar jij bent nou nog niet met een dakpan bezig, toch? Nee. Wat ben je dan aan het doen? Latjes aan het slaan voordat de dakpannen erop kunnen liggen. En kon jij zo aan de slag of moest je toch wel eerst even het informatieboekje inkijken? Eerst het informatieboekje lezen, ja. Is het moeilijk? Ja, soms kun je misslaan. Dat is wel irritant. Wat komt er bij kijken dan om goed dakpannen te leggen? Weet je niet. Zou jij later dakdekker willen worden? Nee. Heb je wel iets met techniek? Ja, ik vind computers wel, maar... Computers wel leuk? Ja. Maar jij hebt niet voor de opdracht van de 3D-printer gekozen? Nee, voor de laser. Voor wat? Voor de laser. Oké. Maar jullie moeten eerst even een andere opdracht doen? Ja. Ja. En jij? Heb jij iets met techniek? Weet je al wat jij later worden wil? Nee, nog niet echt duidelijk. Nee? Nee. Kan nog alle kanten op. Ja. Nou, succes! Wat is dat nou voor een techniek wat jullie net hebben gedaan? Wij hebben plastic gesmolten en toen er iets in gemaakt. Weet je hoe het heet? Jij? Nee, dat heb ik ook vergeten. Weet je waar het voor gebruikt wordt? Voor dingetjes te maken aan de muur, bijvoorbeeld zoals koekjes of chocola of zo'n dingetjes. Kan je er ook in stoffen? Ja, dat kunnen jullie ermee doen, maar weet je ook waar deze techniek nog meer wordt gebruikt? Maar in de grote mensenwereld, bij alle beroepen.
Er is een vacuümvorm. Onder het folie wordt het lucht weggezogen. En die techniek wordt dus gebruikt bij het maken van verpakkingsmaterialen die in de winkel koopt. Een tang, een tandenborstel en allerlei verpakkingsmaterialen. Daar zijn die vormjes ook in terug te vinden. Je kunt het ook gebruiken voor als er bijvoorbeeld paaseieren gemaakt moeten worden. Wordt het half ei dus uitgezogen en dan plakken ze 2 halve eieren aan elkaar en dan heb je een heel paasei. Maar welk beroep komt hier nou bij kijken, bij zo'n toepassing? Eigenlijk alle beroepen die dus in de verpakkingsindustrie te maken hebben. Want alles wordt in het folie dus verpakt en het wordt eigenlijk vacuüm gezogen zodat het precies erin past. En laat eens even zien wat het is geworden. Jij heet vast Nikki of Nikki? Nikki. Nikki. En jij, wat heb jij voor moois? Nou, ik heb 2 poppetjes en nou de eerste letter en een mandje. En wat gaan jullie er nou mee doen? Lekker dingen bakken. Maar ga je hier ook nog iets ermee doen of neem je dit gewoon mee naar huis en ga je er thuis iets van maken? Ja, ik ga er thuis iets van maken. Oké, okay, dus de opdracht is nu af? Ja, ja? Dus dadelijk ga jij het blokje maken en ik. Ja. Oké. Okay. En de volgende opdracht, waar gaan jullie dan voor kiezen? Ik denk voor doosje of wat anders. Maar je mag maar 1 opdracht maken en weer naar huis nemen. Dus dat was... Was dit de opdracht voor naar huis mee te nemen? Ja. Oké, okay, en welke doelopdracht ga je dan dadelijk doen? Mij lijkt het wel leuk om dakpannen te leggen. Dakpannen te leggen. En jij? Mij ook of met de... 3D printen. Weet je al wat jij later worden wil? Nee, ik heb nog heel veel dingen dat ik zit tussen te twijfelen. Maar ben je een technisch meisje? Nee. Nee? Nee. Ben jij geïnteresseerd in techniek? Ik vind het wel leuk om te doen, maar ik denk niet dat ik het later ga doen. Ja, dat heb ik ook. Kan de school uit een bepaald programma kiezen? Wij hebben zo'n 50 diverse kisten. En tot op dit moment is het gebruikelijk dat elk kind hier met een eigen gemaakt werkstuk de deur uitgaat. Een werkstuk waar hij trots op kan zijn. En dat kan gaan op een werkstuk op het gebied van kunststof, of metaal, of elektro, of hout, vacuümvormen. Dus elk kind gaat met een andere techniek de deur uit. Hoeveel kinderen kunnen hier tegelijk aan de slag? Een klas in zijn meest natuurlijke vorm kan hier aan de slag. Dat gevarieerd van een kleine groep regulier onderwijs, 25 kinderen tot 35 kinderen. Een speciaal onderwijs hebben we natuurlijk te maken met kleinere groepen. Die komen ook heel erg goed tot hun recht hier. En soms als kinderen met bussen gaan komen, dan hebben wij een maximum van 40 kinderen. Hoeveel vrijwilligers zijn hier dan bij werkzaam? Nou, de vrijwilligers zijn zeg maar een heel belangrijk poot bij Technopromo. Want daar hebben we er 35 van. En dat zijn mensen met een affiniteit voor techniek, een jarenlange dure ervaring in het bedrijfsleven en de techniek. En met veel feeling voor kinderen. En die worden echt daarop gescreend. Wat gebeurt hier allemaal? Oh ja, wij hadden... moest je op de computer je naam opschrijven en dan ging dat naar dit ding en dan in dat... clipje en dan moest je ging die 3D ding doen van je naam. Oké, okay, een 3D printer dus. Ja. En nou zie je dan helemaal hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Is dat het eindresultaat van jouw collega? Ja. Wat staat hierop? Of was dit gewoon een voorbeeldje? Ja, dat was een voorbeeld. Grietje de man. Wat leuk. En wat ga je daarmee doen dadelijk? Nee, naar huis nemen. Oké, okay. En wat heb je dan geleerd vandaag hier? Dat je heel veel met een printer kan doen. Ja, meer als thuis. Ja. Ja. En ben jij een technisch meisje? Nee. Nee? Hai. Maar je vindt het wel leuk om hier naartoe te gaan? Ja. Ja? Dat ziet er wel heel stoer uit wat jij aan het doen bent. Dankjewel. Alsof jij dat al jaren doet. Nee, dit is mijn eerste keer. Eerste keer. En hoe bevalt het?
ik vind het wel leuk om te doen, ja. Wat ben je aan het maken? We gaan een doosje maken van metaal. En dan een hennootje opdoen en een geluk figuurtje. En wat wordt het dan, een sieradendoosje of zo? Weet ik nog niet. En dit valt dan onder metaaltechniek? Ja. Ja, kun je ook beroepen opnoemen die met metaaltechniek te maken hebben? Niet echt, nee. Want als je dit nou zo leuk vindt en je denkt, ja, daar wil ik later mijn beroep van maken. Ik denk het niet, maar het lijkt me wel leuk om gewoon te doen soms. Ja? Maar ben jij een meisje wat graag met de handen werkt? Ja. Ja? Dus de kans is groot dat jij straks een praktijkberoep, een praktisch beroep gaat doen? Ja, ja, denk het wel. Heb je al enig idee wat je later zou willen gaan doen? Ik wil graag boeken schrijven en tekeningen maken. Oh, ben je creatief dus? Ja. Kun je goed tekenen? Ik vind van wel. Klasgenoten toch ook vast wel? Wat? Jouw klasgenoten toch ook vast wel? Ja. Ja? Nou, ga maar even verder. Kijk maar wat het wordt. Dankjewel. Je ondertussen? Ja, eerst moest je hierbij zagen, daar heb ik gedaan. Hier moest je eerst een kruisje in doen. Bij de andere kant moest je maar één streepje. Als dat klaar was, moest je deze pakken. Dan moest je twee van zo'n sneeën maken. En daarna moest je naar die border lopen. En daar moest je zo'n gaatje in boren. En die was nog niet groot genoeg. Dus pakte je deze en moest je er zo doorheen gaan. Nou, en dan pakte je dit houten plankje, dan pakte je deze, legde je er zo op en dan moest je lijnen trekken en dan moest je naar de figuur zagen. Oké, dus je moet dit stukje nog zagen. En dan, is die dan af? Nee, volgens mij moet er hier in het midden dan nog een gaatje. En dan in elkaar zetten? Ja. Oké, dankjewel voor de uitleg. Ja. Als je je tanden hebt gespoeld of je haren hebt gekamd, dan gaat dat door het putje. Dan blijft hij onderin zitten en dan raakt hij door verstopt. Dus moet papa en mama moeten dit regelmatig even eraf schroeven. En dan is die sifon open en dan maakt hij hem schoon. Oh, dus dan kunnen jullie nog wat aan zelf thuis doen. Ja. Mama niet meer te doen. Hè? En papa niet meer te doen. Ja. Ja? Oké, jongens, goed zo. Hij is dus dicht, kijk maar. Hij lekt niet. Nee. Denkt u dat er meer kinderen kiezen voor techniek door Technoprommel? Dat is heel moeilijk hard te maken. Wij menen dat Technopromo in deze regio met alle samenwerkende partners een heel goede bijdrage levert aan instroom in het beroepsonderwijs hier in de regio. En als je het vergelijkt met de Randstad en je ziet dat daar hoe de hoogte terugloop is en dat daar opleidingen gesloten worden, dan denk ik dat wij het hier heel goed doen. Dit was het weer voor deze week. Zoals u zag, de kinderen waren allemaal reuze enthousiast en ik neem aan dat ze veel geleerd hebben op technisch gebied. Tot volgende week!